Mooi. Dankjewel, Erik. De melk van Boeren van Amstel, wat zei Michel ook alweer? Wij komen de stad veroveren met de boot naar binnen. Heroveren was het zelfs. De boeren pakken hem terug over de oude handelsroute van de gracht met de boot naar de Stopera. Dat is mooi. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld wat de rol heeft voorbedurend op het stellingverhaal van Erik Koldenhof. Je hebt onderdeel van de stelling van Amsterdam is Fort Pampus. En Fort Pampus had een hele bijzondere rol. Als je vroeger met die schepen uit de Oost kwam, of er kwam een ander handelsschip de haven van Amsterdam in, dan werd je even gevraagd om daar een paar weken gewoon voor Pampus te gaan. En er werd gekeken of dat je geen enge ziektes meenam. Dus eigenlijk of je wel of niet deugde. Maar er kwam dus ook voedsel mee. En als je dan kijkt naar het verhaal, het narratief van de stelling van Amsterdam in relatie tot voeding, dan zou zometeen dat Fort Pampus misschien wel de plek kunnen zijn waar we de volgende bijeenkomst houden. Om met elkaar afspraken te maken over van joh, op dat fort gaan we eigenlijk een lakmoesproef nemen. Of iedereen die er aan mee wil doen ook echt begrijpt waar we mee bezig zijn. Dus ik hoop dat we in die sfeer, wellicht ook het Fort Utrecht op Texel. Dat was eigenlijk het eerste slot op de handelsroute naar Amsterdam. Daar zit ook een stellingfort, dat zijn heel veel mensen zich niet bewust. Maar bij Oude Schild, daar ligt Fort Utrecht. Kikken. Dus daar zit zoveel in die historie verborgen van waar we nu weer lekker mee door kunnen. Dat komt eigenlijk bij het tweede deel van het robuuste rollout plan. De eerste fase stond in het teken van elkaar leren kennen, leren ontmoeten, partijen verzamelen. Een eerste schets van een plan creëren met elkaar. En die tweede fase, dat is de activatiefase. En dat gaat ook over samenwerking uiteraard. En die roadmap die we hebben ontwikkeld, die bestaat eigenlijk uit vier fases. De eerste fase is de inspiratiefase. Die loopt ook nog wel eventjes door. Hier zie je overigens de start van de Floriade. Dat is deze milestone. Dus de inspiratiefase ging over verzamelen van verhalen bij elkaar brengen, van verhalen over stadslandbouw, korte ketens, community supported agriculture, de verschillende partijen die actief zijn. De activatiefase luidt een nieuwe periode in. Die activatiefase gaat over hoe kunnen wij met de partijen die we nu verzameld hebben en die de aankomende weken nog aanhaken, tot een verdere detaillering en invulling van het plan komen. Dus hoe gaan we activiteiten opzetten met elkaar om uiteindelijk richting de Floriade, als de Floriade begint, dan komt iedereen uit heel de wereld hier naartoe om te kijken wat wij hier in de metropoolregio Amsterdam en eigenlijk in heel de Randstad, in heel Nederland, op het gebied van voedsel kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat wij de aankomende 6 maanden met elkaar in staat zijn om tijdens de Floriade een verhaal neer te zetten, een plan neer te leggen met elkaar, wat zo inclusief is en robuust en uitdagend, dat anderen gaat inspireren over heel de wereld om te kijken naar dit gebied en te zeggen van wat gebeurt daar? Wat bijzonder, daar wordt weer iets gebouwd wat ik zo meteen misschien wel met een satelliet als ik over Nederland heen ga ook ga zien. En dan hoop ik dat het een gerevitaliseerd landschap is in en rondom de stelling waar eten, sociale waarden en recreatie samenkomt. Dus daar gaan we voor. Die derde fase, dat is deze, dat noemen wij de conversiefase. Dus wij hopen dat wij de periode die we nu ingaan, de activatie, tijdens de Floriade eigenlijk in een setting komen met elkaar waarop we gewoon contracten sluiten en met elkaar gaan zeggen, die gaan we doen. En zodat wij na de Floriade, want daar heb ik het ook over een militaire operatie, het voedselsysteem zo meteen beetpakken als we het een beetje snappen, dat moet je als een militaire operatie gaan zien, gaan executeren. Dat ga ik niet alleen doen, sterker nog, ik hoop daar een hele mooie bescheiden rol in te kunnen vervullen, maar dat gaan we op dat moment doen met een heel groot verbonden netwerk. Dat is mijn droom, dat is mijn missie en gelukkig met mij veel meer. Wat ik nu ga doen is even inzoomen op wat gaan we nou doen in die activatiefase. We hebben de partijen verzameld, we hebben de logistiek geregeld, we hebben IT verzorgd, we hebben een mooi narratief gecreëerd. Maar wat gaan we nou echt doen? Ja, moet je niet schrikken. Ingewikkeld plaatje. Ik was hier laatst en daar was de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland. Die zei heel mooi en typerend, deze fase van transitie, dat is complex. Dat kun je niet platslaan, dat kun je niet versimpelen, je moet de complexiteit omarmen. Dus ik had dit heel makkelijk in 2 of 3 bulletjes kunnen zetten, platslaan, maar dat doe ik niet. Wat hebben we hier staan? We hebben een plan, de robuuste rollout-strategie voor de metropoolregio Amsterdam. Het is een optelsom van praktische, tactische en strategische elementen die we nu met elkaar hebben gevonden.
We hebben een writing office opgezet. Dat is eigenlijk een coördinerende organisatie waar de HVA, de VU, gemeente Amsterdam, provincie Flevoland en andere partijen met elkaar samenwerken om de plannen te verfijnen en te onderzoeken hoe we die volgende stap kunnen gaan vormgeven. Impact Hub is daar ook een van de partijen in. We gaan ons richten op 4 kern innovatiedomeinen. Het gaat over eten. Het klinkt allemaal erg technisch, maar dat is het ook. Het is complex. Het gaat over governance en coördinatie. Dat gaat over samenwerken. Hoe regel je een samenwerking in een regionale context van allemaal verzuilde en verkokende partijen, zonder dat je in de oude reflex van schaarste duikt? Wat gaan we daarin doen? We gaan met elkaar de netwerken die we samen hebben goed onderzoeken vanuit data en we gaan op zoek naar de gezamenlijke verbinding om daar vervolgstappen mee te maken. We gaan met elkaar niet in een groot projectplan werken van 5 of 10 jaar en dan hopen over 5 jaar of de checkboxen geraakt zijn of het gehaald is. Nee, we gaan met elkaar eigenlijk in een scrumproces, dus in een kort sprintproces, samenwerken en steeds inclusievere stappen maken met elkaar, omdat wij verwachten dat de aankomende paar jaar, 2 tot 3 jaar, een hele grote verandering op ons afkomen, waardoor we heel adaptief en flexibel moeten zijn in het opbouwen van ons consortium, het uitbreiden van onze activiteiten en daarbij ook het aanpakken van groter wordende uitdagingen. En ik hoop dat de klimaatuitdaging ons nog even wat ruimte geeft. Maar de sociale uitdaging staat voor de deur. Afgelopen half jaar is de voedselprijs met 25% gestegen. Hebben we allemaal even niet door, maar ik voel hem inmiddels wel bij de kassa. De energieprijs bij het gemiddelde huishouden, €100 per maand erbij. Een zeecontainertje van China naar Nederland kostte normaal €2500. Die zit nu al €23.000. Dus wat gaat er gebeuren? Hoe gaan wij het eten nog betaalbaar houden? En hoe krijgen we het gezonder? Daarbij moeten wij als collectief op zoek gaan naar geld. Dat betekent niet dat er nu ergens iemand is die zegt van, hier heb je, weet ik veel, een ongelofelijk bedrag om dit op te gaan lossen. Ik denk dat we stap voor stap met elkaar stukjes geld moeten gaan verzamelen in verschillende regio's. Dus enerzijds kan dat in Utrecht zijn, dat kan in Almere zijn, dat kan in Amsterdam zijn. En hoe zorg je dat je de stukjes geld en financiering zo gebruikt dat je dat kunt gaan uitwisselen en de kennis en ervaring kunt gaan delen. De Floriade heeft een belangrijke rol in dit proces. Dus tijdens de aankomende 6 maanden gaan wij hier op deze locatie en nog een aantal andere locaties bijeenkomsten houden met verschillende partijen om dat plan vanuit dit onderwerp inclusief te maken. Netwerk, werkstructuur en geld. Tweede onderdeel, dat gaat over onderzoek en innovatie. Wat wij weten van de korte keten als korte keten ondernemer is dat we gelijk hebben. En dat doe ik al 12 jaar, maar gelijk hebben en gelijk halen is echt iets heel anders. Wij weten op dit moment veel te weinig over de echte waarde van voedsel in de context van de regio. Is het gezonder? Hoeveel geld blijft er in de economie hangen? Hoeveel CO2 besparen we? Hoe kan ik die boer die vergoeding ook gaan betalen? We weten het gewoon niet. Het is niet gemeten. Dus wij zullen met onze onderwijsinstellingen en de partners goed moeten kijken. Jongens, wat weten wij al met ons netwerk? Hè? Dus we hebben hier het netwerk in kaart. En wat kunnen we vervolgens binnen die netwerken ophalen aan bestaande kennis? Welke data is er? Welk online bereik hebben we? Welke instrumenten om onderzoek te doen zijn er? Dus welke kennisinstellingen zijn er ook? Welke autoriteiten, welk leiderschap kunnen we aanzetten om bepaalde vragen boven tafel te krijgen en antwoorden af te dwingen? Hoe zit het met waarde? Hoe zit het met geld? En welke experts hebben we in ons netwerk? Ik was een tijdje geleden op de Warmonder Hof, bij Eres. En daar was ik te gast bij een groep boeren, 40 boeren. En die waren bezig met de vitaliteit van de bodem. En dat is heel grappig. Dus daar zat iemand die begon boven een courgette te pendelen. De eerste 5 minuten moest ik heel hard lachen. En daarna ben ik een half uur muis stil geweest. En ik leerde daar iets nieuws. Ik leerde daar over vitaliteit van bodem. Ik leerde daar over vitaliteit van voeding. Ik leerde daar over vitaliteit van voeding die vitaal is, wat het doet met je lijf. Wonderbaarlijk. Ik denk dat dat kennis is die we nodig hebben. Daarnaast, als we dus weten wat we hebben en we hebben met elkaar met de onderwijsinstellingen die aangehaakt zijn ook vragen geformuleerd, kunnen wij met elkaar een onderzoeksagenda op gaan stellen. Welke vragen hebben we? We hebben dus een plan. Welke vragen ontbreken er nog en kunnen we samen in gaan vullen? Dus die onderzoeksagenda, daar zullen we het de aankomende maanden met elkaar over moeten hebben. Die is niet morgen klaar, die is denk ik nooit klaar, maar die gaan we wel onderzoeken. Daarnaast, als we met elkaar die vragen hebben, zullen we na moeten gaan denken, wat kunnen wij met data en technologie vastleggen? Want je kunt onderzoeken doen, en dat hebben we in Wageningen en universiteiten heel erg lang gedaan, daar wordt iets onderzocht.
Er wordt een prachtig rapport gemaakt en die verdwijnt in de la. Of hij verdwijnt in de kluis, omdat de universiteit hem nog een paar keer door wil verkopen. Dat is nog schadelijker, vind ik jammer. Dus de zoektocht is ook van wat is de rol van data en technologie om die bewijslast vast te leggen. Het derde domein waar we mee aan de gang gaan, dat gaat over verbinding. Sociale, culturele waarden van voeding. Voeding verbindt, voedsel verbindt. Carlo, je had hem niet beter kunnen bedenken. Maar het gaat over cultuur, het gaat over identiteit, over wie je bent en wat je waardevol vindt. En ik denk dat door samen te werken, door op zoek te gaan naar wat we belangrijk vinden en die data bij elkaar te brengen, is dat wij met elkaar weer gaan ontdekken wat we belangrijk vinden, wat onze echte identiteit is. Ik had het laatst met Orville Breveld, een van de culturele koplopers in Amsterdam, die zei, we hebben het niet over de culturele minderheid in Amsterdam, we hebben het over de culturele meerderheid in Amsterdam. Die is niet blank. Die eet ook bloemkool, wel op een andere manier. Die vind ik trouwens lekkerder dan als je hem fijn kookt. Dus ik denk dat daar heel veel waarde is die we op dit moment niet activeren, waar we wel mee aan de bak motten. Het narratief van de stelling verbindt ook weer die culturen. Brengt mensen bij elkaar, heldhaftige verhalen. Het gaat niet over tegenstellingen, het gaat om wat ons verbindt. Daarbij is het inzetten van jong talent. Ik heb hier twee voorbeelden, maar er zijn er veel meer. Ik vind een initiatief als de Nieuwe Boerenfamilies, een activiteit van boeren, van de Food Hub. Hier naast op de Flevo Campus, allemaal jonge talenten die bezig zijn met nieuwe producten ontwikkelen. Het fundament is jong talent. Daar moeten we mee aan de bak. Dat narratief versterkt. En dan hebben we marktcreatie. De meeste korte ketens blijven een beetje rondom, als ze mazzel hebben, break-even hangen. Ik denk door met elkaar gewoon even wat knopen aan te trekken, zetten we achter de bestaande omzetten zo een nulletje. En dat is nodig, waardoor die korte ketens op eigen benen kunnen staan, de ondernemers een fatsoenlijke boterham uit kunnen halen, maar ook zich kunnen richten, hun expertise kunnen richten op alles wat hierboven staat. Dit gaat over vertrouwen. En vertrouwen is eigenlijk het element wat in onze samenleving ontbreekt. Er ontbreekt vertrouwen in een overheid, er ontbreekt vertrouwen in informatie, er is geen vertrouwen meer in elkaar. Voor je het weet zijn we alleen nog maar afhankelijk van een QR-code. Ik denk dat dat gevaarlijk is. En wat bovenal dus nodig is dat al deze elementen over samenwerking en netwerken, onderzoeksvragen, feitelijke bewijzen, de waarde van verbonden zijn en wat we belangrijk vinden, dus de cultuurslag, in combinatie met opschaling, dus meer business maken, als je dat vastlegt, en daar zijn hele mooie technologieën voor, dus eigenlijk over al deze elementen, als je daar technologie op gebruikt om die data vast te leggen en daar met elkaar te onderzoeken van hoe dat nou in elkaar zit en dan die waarde ook geldwaarde te hangen. Daar hebben we een blockchain voor in ontwikkeling. Blockchain, het is een technisch woord. Wat blockchain eigenlijk doet, dat is een mooi voorbeeld. Het legt data vast. Het bepaalt degene die de data erin stopt, dat is de eigenaar. En die blijft er ook eigenaar van. Op dit moment is de eigenaar van data niet degene die het eigenlijk erin stopt. Dus Google gaat ermee aan de haal. Amazon is de eigenaar van jouw data. Allemaal slimme scriptjes zorgen ervoor dat wij als samenleving geoogst worden, in plaats van dat we richting kunnen geven met onze data wat we echt willen. En ik denk dat die data dus de sleutel is om zometeen die boer te kunnen gaan betalen voor zijn inspanning voor biodiversiteit. Het opslag van water in zijn bodem, omdat hij een vitale bodem heeft, daar zou hij ook gewoon geld voor moeten krijgen. Maar wat doen we bijvoorbeeld met een product van een boer, zoals deze appel? Krijgt René een euro extra als de voedingswaarde in deze appel toeneemt? En krijgt René de prijs die een farmaceut uit onze maatschappij haalt als deze appel mij gezond houdt en gezond maakt? Het antwoord is nee. Dus we eten pillen in plaats van gezonde voeding. We worden steeds zieker, we worden steeds dikker. En wat het leuke is, als wij dus in die blockchain vastleggen dat wij vanuit onze samenwerking samen investeren, dat wij vanuit alle informatie die we hebben, dat we dat vastleggen, en vervolgens daar ook nog eens een keer een culturele waarde van identiteit aan kunnen koppelen. En dat dan in een goede, robuuste keten kunnen stoppen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt de boer de nieuwe farmaceut. En dan hebben we het over 25% van elke euro die wij in Nederland verdienen, die stoppen we in de gezondheidszorg. In ziekte. En ik heb wel zoiets van, nou, als we dat nou omdraaien, en René kan daar een dikke prijs voor krijgen. En er zijn niet zo heel veel boeren meer die in Nederland die grond kunnen bewerken. Dus we hebben er 50.000, geloof ik. 10% stopt elk jaar. Misschien iets minder inmiddels. Dan gooien we iets weg wat zo waardevol is. Dat kunnen we ons niet eens permitteren. Dus mijn appel is, vanuit dit plan,
Laten we als de sodemieten zorgen dat we gaan opschalen. Dat we die verbindingen versterken, die informatie gaan verzamelen, dat goed vastleggen. Zodat wij vanuit feiten en verbinding ons gelijk mogen halen. En René en alle boeren en Martin met zijn mooie penen ook gewoon gaan betalen voor de inhoud. En niet alleen voor de vorm, natuurlijk ook, want het ziet er prachtig uit. En dat is denk ik onze missie. Onze missie is in die roadmap de aankomende 5 maanden dit programma te draaien. Samen met Xander van Floriade, de gemeente Amsterdam, provincie Flevoland. Verschillende kennisinstellingen, waaronder ook Universiteit Utrecht. Om deze puzzel met elkaar te leggen. Het kan, het moet en het zal. En het is nog lekker ook. Dat was mijn verhaal. En ik nodig jullie allemaal uit om hier aan mee te doen. Jullie kunnen via onze website, ik moet even kijken of dat hier nog verder gaat. Die link is weg. Dat doet het niet, hè? Nee. Wat er is, dit plan, is via onze website te downloaden. Je kunt als organisatie of als boer meedoen. Je kunt jezelf gewoon opgeven via onze website. De link zullen wij in beeld brengen bij de rapportage van deze presentatie. En je kunt dan ook alle informatie aanvragen die in het grotere plan staat. Dat is 120 pagina's tekst met mooie plaatjes. Maar ik hoop dat ik jullie heb geïnspireerd en heb kunnen laten zien dat het kan en dat het moet. En het is inclusief, dus iedereen mag meedoen. Zolang transparantie maar wel het uitgangspunt is. Dat was het.